Goedemorgen, dit is het aanbestedingsrechtsjournaal van de AVDR van de maand mei 2024. Live vanuit het nieuwe kantoor van Brakman in Rotterdam aan het WNA bespreken wij vandaag het onderwerp De Wezenlijke Wijziging. We gaan beginnen. Ik zal mezelf eerst voorstellen voordat we aan de inhoud van vandaag toekomen. Mijn naam is Pieter Smit. Sinds 1 april van uh, dit jaar advocaat bij Brakman in Rotterdam. Voorheen heb ik 5 jaar gewerkt bij ProRail als bedrijfsjurist en advocaat aanbestedingsrecht. En daarvoor heb ik 15 jaar in de advocatuur in Utrecht gewerkt. De laatste 10, 12 jaar hou ik me eigenlijk uitsluitend nog bezig met het aanbestedingsrecht. en daaraan verwante rechtsgebieden. Dan ga ik naar de. Inhoud van vandaag. Ik zal de komende drie kwartier aan een uur, uh, even afhankelijk van ook de vragen die eventueel nog tussendoor gesteld worden, waarvoor uiteraard ruimte is, uh, stilstaan bij het onderwerp van de wezenlijke wijziging. Uh, ik maak daarbij uh, overigens met regelmaat en ook dankbaar gebruik van het uh, vorig jaar verschenen proefschrift van Erik Plas van Infants Advocaten, uh, die ook een, uh, uh, uitgebreid natuurlijk over dit onderwerp heeft uh, geschreven. Welke onderwerpen komen er vandaag? Aan bod. Allereerst, wat houdt het leerstuk van de Wezenlijke Wijziging ook alweer in? Daarna zal ik uh, uh, ingaan op uh, uh, of het onderwerp al helemaal is uitgekoud. En daarbij komt natuurlijk ook het proefschrift van uh, Erik Plas van Invense uh, aan de orde. Um, ik zal de gebruikelijke volgorde van dit uh, journaal aanbestedingsrecht iets omgooien. Ik heb begrepen dat er normaal gesproken wordt begonnen met wet. Uh, en dat er wordt geëindigd met uh, uh, de klassieker. Ik draai dat om. Ik zal eerst bespreken wat de klassieker is op het gebied van de wezenlijke wijziging. Dat is uiteraard het bij iedereen wel bekende pressetextarrest. Dan zal ik ingaan op wat de wet over dit onderwerp zegt. En tenslotte zal ik wat recente jurisprudentie behandelen voordat ik tot een afronding kom. Wat zijn nou de uitgangspunten in het privaatrecht en in het aanbestedingsrecht als het aankomt op. Het wijzigen van de overeenkomst. Erik Plas heeft daar in zijn inleiding van zijn proefschrift ook al het nodige over geschreven. Uh, en daarbij aanhakend kan ik denk ik vooral het volgende uitgangspunt vermelden. Het civiele recht, uh, in het civiele recht kunnen partijen in beginsel natuurlijk zelf bepalen en naar eigen inzicht onderhandelen over de totstandkoming en de wijziging van hun overeenkomst. Als gevolg van diezelfde vrijheid kunnen ze dus ook een overeenkomst wijzigen. En die wijziging kan allerlei vormen aannemen. Bijvoorbeeld het aanpassen van de voorwaarden, het afspreken van meer of minder werk, het overeenkomen van verlengingen of het uh, bereiken van overeenstemming over bijvoorbeeld een contractsovername. Ook kunnen partijen natuurlijk zelf bepalen hoe die wijzigingen worden overeengekomen, bijvoorbeeld via een meerwerkprocedure. Dat alles staat ze vrij in het civiele recht, omdat ze die overeenkomst met elkaar hebben gesloten, zodat ze ook zeggenschap hebben over de wijziging daarvan. Als partijen er dan vervolgens samen niet uitkomen, dan bestaan natuurlijk verschillende middelen om dat op te lossen. Zo kan een partij bijvoorbeeld uh, op grond van een wilsgebrek of op basis van redelijkheid en billijkheid naar de rechter gaan om een wijziging tot, tot stand te brengen. Uh, maar men kan ook bijvoorbeeld overeenkomen dat men tot wijziging overgaat. Anders is het natuurlijk wanneer het aanbestedingsrecht van toepassing is. Zowel bij de totstandkoming als bij de uitvoering van de aanbestedingsrechtelijke overeenkomst geldt. Het verbod op wezenlijk wijzigen. Van een verbod op wezenlijk wijzigen is in ieder geval sprake als een andere inschrijver in beeld zou zijn gekomen met die wijziging, of als er een andere gewijzigde kring van gegaragd zou ontstaan. Ik kom daar zo meteen nog even uitgebreid op terug bij het bespreken van pressetekst als klassieker. Dus niet de partijen en ook niet het burgerlijk wetboek, maar het aanbesteensrecht bepaalt dan vooral de grenzen van die wijzigingsvrijheid. En artikel 263a van de aanbestedingswet brengt dat ook tot uitdrukking. Ik kom ook daar zometeen nog even op terug bij het bespreken van de wetsartikelen. Artikel 263a zegt in ieder geval dat een wijziging uitsluitend mag plaatsvinden op grond van die gevallen die in hoofdstuk 2.5 van de aanbestedingswet aan bod komen. Waarom is er nou dit verbod op wezenlijk wijzigen? In de kern komt dat er natuurlijk op neer dat dat er is als gerechtvaardigde bescherming van de belangen van derden. En die bescherming die dient zowel tijdens de aanbestedingsprocedure als gedurende de uitvoering te worden geboden. Het leerstuk van de wezenlijke wijziging, ik zei het al, vindt zijn oorsprong in het Europese recht en met name in deze klassieker, het pressetekstarrest van 19 juni 2008. Het houdt kort gezegd in dat leerstuk dat die overeenkomst na een Europese aanbesteding tot stand is gekomen, alleen nog maar mag worden gewijzigd met een nieuwe aanbesteding. Dan wel dat er sprake is van een niet-wezenlijke wijziging. Is er wel sprake van een wezenlijke wijziging, dan moet de aanbestedende dienst dus de opdracht opnieuw in de markt zetten. met wederom inachtneming van dat aanbestedingsrecht. Een nieuwe aanbesteding biedt dan namelijk ook de marktpartijen wederom de kans om mee te dingen en in concurrentie die opdracht te verwerven. Het Hof van Justitie heeft in dit pressetekstarrest van 19 juni 2008 voor het eerst expliciet iets gezegd over wijzigingen. En de wezenlijkheid daarvan. Het Hof van Justitie heeft in dit arrest een toetsingskader geformuleerd. aan de hand waarvan kon worden bepaald. wanneer een wijziging moet worden aangemerkt als wezenlijk. En ook nationale rechters maken natuurlijk sinds 2008 uitgebreid gebruik van de handvatten uit dit arrest. dat overigens inmiddels ook is gecodificeerd. Ik kom daar zo meteen op terug. Wat heeft het Pressetextarrest nou in eerste instantie duidelijk gemaakt? Uh, in een overeenkomst. Uh, het Hof van Justitie concretiseert in het arrest Pressetext eigenlijk. ...dat een wijziging van een nog lopende overeenkomst in zaak overheidsopdracht... ...kan worden aangemerkt als wezenlijk als er sprake is van een van de volgende situaties. Zij voert voorwaarden in die wanneer ze al in de oorspronkelijke aanbestedingsprocedure aan bod waren gekomen... ...tot een andere keuze zouden hebben geleid. Dus to toelating van andere inschrijvers dan wel de keuze voor een andere offerte. Of wanneer zij de markt in belangrijke mate uitbreidt tot diensten die oorspronkelijk niet in de opdracht waren opgenomen. Of wanneer zij het economisch evenwicht... Uh, van de overeenkomst wijzigt in het voordeel van de opdrachtnemer op een manier die niet was voorzien in de oorspronkelijke opdracht. Is er voldaan dus aan een van die voorwaarden, dan is er sprake van een wezenlijke wijziging en dan moet in beginsel een nieuwe aanbestedingsprocedure worden gevolgd. Ik heb het al gezegd, inmiddels is deze pressetekst uitspraak gecodificeerd in artikel 263 g van de aanbestedingswet. Ik kom daar dadelijk nader op terug. En wat zegt de wet dan? Inmiddels over de wezenlijke wijziging. De aanbestedingswet geeft in artikel 263a de hoofdregel en in de artikelen 263b tot en met g de uitzonderingen. De hoofdregel is: ik heb het al gezegd, uh, de overheidsopdracht kan eigenlijk alleen gewijzigd worden na een nieuwe aanbestedingsronde, behalve in de gevallen dat er sprake is van een uitzondering op basis van de artikelen B tot en met F. Ik zal het toch kort. In het kader van de hoofdlijn van, dit, uh, van deze bijdrage ingaan op de afzonderlijke uitzonderingen. Uh, en daarbij eerst beginnen met de uitzondering van 263b. Dat is wat we noemen de zogenoemde bagatelregeling voor kleine wijzigingen. Die regeling houdt heel kort samengevat in dat uh, het bedrag van de opdracht gewijzigd mag worden met maximaal 10% voor leveringen en diensten of maximaal 15% voor werken, zolang dat bedrag ook blijft onder de drempel. Voor leveringen en diensten of onder de drempel voor werken. En ook van belang, de aard van de opdracht niet wijzigt. Dus bijvoorbeeld, een concessieopdracht mag natuurlijk niet wijzigen in een algemene overheidsopdracht. Ik kom straks nog heel even terug op dit artikel 263b, omdat die bagatelregeling wel een interessante bepaling kent in de zogenoemde netto-cumulatieve waarde. Uh, en de vraag die daarbij onder andere speelt is hoe daarmee om te gaan in het kader van. Meer en minder werk. Dan 263c. De tweede uitzondering op de hoofdregel die zegt dat wezenlijk wijzigen niet mag. De herzieningsclausule in 263c betekent zoveel als dat een partij een aanbestedende dienst aan de voorkant kan proberen een situatie te beschrijven die uh, alvast ligt in de toekomst uh, en waarbij alvast op veranderende, veranderende omstandigheden wordt ingespeeld. Je kunt zo'n herzieningsclausule wel alleen gebruiken. Als er sprake is van een duidelijke, nauwkeurige en ondubbelzinnige uh, formulering. En de eisen die aan die herzieningsclausule worden gesteld, die worden verder uitgewerkt in het tweede lid van dit artikel. En die komen er kort gezegd op neer dat in ieder geval in zo'n herzieningsclausule een omschrijving moet worden gegeven van de voorwaarden waaronder die kunnen worden toegepast. Dat ze niet mogen voorzien in wijzigingen of opties die de algemene aard van de opdracht veranderen. En dat er een omschrijving moet zijn van de aard van de mogelijke wijzigingen of opties. Geen eis wordt in dit artikel dus gesteld aan de geldelijke waarden, zoals dat wel het geval was zojuist bij 263b. Dan zal ik kort iets zeggen over de wijzigingsmogelijkheden van 163d en 163e, omdat ik ook daar later op terug wil komen aan de hand van uh, openliggende onderwerpen. 263d, dat artikel, geeft de mogelijkheid voor de aanstedelende dienst om aanvullende werkzaamheden op te dragen. Er zijn wel een paar belangrijke voorwaarden daarbij. Die aanvullende werkzaamheden moeten noodzakelijk zijn. In de tweede plaats mogen die natuurlijk niet in de oorspronkelijke aanbestedingsstukken zijn opgenomen. In de derde plaats moet een verandering van de opdrachtnemer niet mogelijk zijn of in ieder geval leiden tot aanzienlijk ongemak of verhoogde kosten. En van belang is daarbij de grens van 50%. De aanvullende werkzaamheden mogen niet meer bedragen dan 50% van de initiële opdrachtwaarde. Dat is overigens een uitzondering die dan weer niet geldt voor de specia speciale sectoren op grond van deel 3 van de aanbestedingswet. Van een wijziging op basis van 263d moet, en dat is wel van belang, altijd een aankondiging worden gedaan op basis van lid 5 en lid 6 van dat artikel. Datzelfde, die aankondigingsplicht, geldt ook voor de wijziging onder E, de onvoorziene omstandigheden. Ook daarvoor geldt als daar een beroep op wordt gedaan door de aanbestedingende dienst zal er altijd een publicatie daarvan moeten plaatsvinden. Wat zijn nou de voorwaarden voor, die, voor een rechtsgeldig beroep op dat artikel 263e? De, de onvoorziene omstandigheden die zich daarbij kunnen voordoen... die moeten voor een zorgvuldige aanbestedende dienst niet, voorzien, uh, niet te voorzien zijn geweest. Dat wil dus zeggen dat er sprake moet zijn van onvoorzienbare omstandigheden... en niet van onvoorziene omstandigheden. Ook hier geldt de maximale cap van 50% voor de verhoging... Die geldt weer niet voor speciale sectoren. En als gezegd, ook hiervoor geldt een plicht tot publicatie. Ik kom op die, op die publicatieplicht straks even wat nader terug. Laatste uitzondering voordat ik bij artikel G aankom, is 263f. Heel kort samengevat komt dat erop neer dat ook een vervanging van de opdrachtnemer mogelijk een niet-wezenlijke wijziging kan opleveren. In twee situaties. Eén, wanneer daarin is, uh, daarin is voorzien in een herzieningsclausule. Waarbij natuurlijk weer verwezen wordt naar 263c. Of er moet sprake zijn van rechtsopvolging onder bijzondere of algemene titel. En dan kunt u bijvoorbeeld denken aan situaties van faillissement, overname van bedrijven. en dat soort situaties. En dan ben ik tot slot bij de uitzondering van 263g aanbeland. Dat is in feite grotendeels een codificatie van het al genoemde pressetextarrest. Als een beroep op een van de hiervoor genoemde gronden, B tot en met F niet mogelijk is, omdat niet aan de voorwaarden daarvan uh, kan worden voldaan, is dus mogelijk wijziging nog wel mogelijk zonder nieuwe aanbestedingsprocedure op basis van G lid 1. Als namelijk die wijziging niet wezenlijk is. Um, wanneer is een wijziging in ieder geval wel wezenlijk? Dat is dan weer in de leden daarna opgenomen in, uh, in, in G. En dat is het geval, ik, er, ik noemde het al kort, bij de behandeling van het pressetekstarrest, dat is dus vooral bij een gewijzigde kring van gegadigden, een verruiming van het toepassingsgebied van de opdracht. Uh, of wanneer er een nieuwe opdrachtnemer in de plaats komt. en die niet uh, valt onder het genoemde 263F. Belangrijke kanttekening nog: bij 263G lid 3 verlangt de wetgever dus zowel het kijken naar binnen de aanbestedingsprocedure. als naar buiten de aanbestedingsprocedure. En daar bedoel ik mee: binnen de aanbestedingsprocedure moet worden geoordeeld. zou er mogelijk een andere offerte als winnaar uit de bus zijn gekomen. Buiten de aanbestedingsprocedure geldt de vraag, zou misschien de kring van gegadigden gewijzigd kunnen zijn bij deze wijziging. Het toetsingskader, belangrijk om dat ook nog even uh, aan bod te laten komen vanochtend, het toetsingskader van pressetekst en de artikelen 263a en verder is in beginsel van toepassing op de uitvoeringsfase van de overeenkomst. Het ziet dus op wijzigingen in de postcontractuele fase. In Nederland wordt inmiddels het pressetekstarrest. En de wetgeving die, uh, die dat heeft vastgelegd, is inmiddels ook in ruime mate toegepast voor de pre-contractuele fase, namelijk de fase van de aanbesteding. Ook voor wijzigingen in die aanbestedingsprocedure geldt dus dat er getoetst kan worden of er sprake is van een verbod op wezenlijk wijzigen. Voor wijzigingen in de aanbestedingsprocedure geldt dan wel in algemene zin nog dat naarmate die wijziging later in de aanbestedingsprocedure wordt doorgevoerd, die minder snel is toegestaan ik heb hier uh, voor u in deze sheet een uitspraak opgenomen van het Hof Leeuwarden van 12 mei 2009 alweer, waarin uh, het onderwerp toepasselijkheid van de uitgangspunten van pressetekst op de aanbestedingsfase uh, uitgebreid aan bod is gekomen. Ja, dan kom ik toe aan de volgende vraag. Is nu alles opgelost met codificatie van de artikelen 263a en verder met het pressetekstarrest? En je zou zelfs kunnen zeggen, inmiddels met het proefschrift van Erik Plas is dit onderwerp nu uitgekoud, is alles duidelijk? Zijn er geen openliggende onderwerpen meer? Het overduidelijke antwoord staat hier in beeld. Dat is natuurlijk nee. Um, en ik wil er een paar onderwerpen uh, uitpikken. Uh, Erik Plas gaat in zijn proefzicht op heel veel onderwerpen in die uh, mogelijk nog onduidelijk zijn. Of in ieder geval waarover getwist kan worden. Uh, ik kom er in de tijdsbestek van, dit, uh, 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 van deze drie kwartier aan uur natuurlijk niet aan toe. Om dat allemaal uh, te bespreken. Dus ik verwijs u heel graag ook uh, naar zijn proefschrift. Maar ik wil een paar uh, onderwerpen er even uitpikken. En het eerste is de netto cumulatieve waarde en de saldering van meer en minder werk als het om de bagatelwijziging gaat. Ik noemde dat uh, al. Um, artikel 263b geeft dus aan dat je kunt wijzigen uh, als het maar om kleine wijzigingen gaat, dus tot 10% van de aanneem, uh, van de, van de van de opdrachtsom. Of tot 15% als het om een, om een werk gaat. Uh, en voor meer werk levert dat eigenlijk wel een, een heldere optelsom op. Op het moment dat je 10, uh, als voorbeeld, 10 meer werk hebt en nog een keer 10 meer werk, dan telt het op tot 20 meer werk. En blijft dat onder de 10% van de dienstverleningsopdracht of onder de 15% van de werkenopdracht, dan gaat dat goed op basis van 263 p. Maar hoe zit het nou als je met zowel meer als minder werk te maken hebt? Stel. De wijzigingsruimte die je hebt is 100, omdat dat 10 of 15 procent van de opdrachtwaarde is. En je hebt een meerwerk van 90 en je hebt een minderwerk van 20. Stel nu dat je uitgaat van de netto cumulatieve waarde, berekend op basis van meerwerk minus minderwerk, dus 90 minus 20, dan kom je op 70 uit en handel je dus binnen de kaders van 263b. Maar als je de rekenmethodiek toepast, dat ook minderwerk op zichzelf een wijziging is. En dat geldt op basis van, vind volgende een arrest van, de Hoge van, de, van, de, van het Hof van Justitie, dat ook het minder werk moet worden opgeteld bij het meerwerk. Dan zou je met 90 plus 20 op 110 uitkomen. En dan ga je dus de grens van 100 met 10 over. Nou, in de literatuur zijn op, op verschillende plekken uh, zijn verschillende standpunten hierover ingenomen. Er is wel betoogd dat inderdaad minder werk uh, in mindering zou moeten worden gebracht op het meerwerk. En dat je dan dus op basis van saldering. Tot een lager bedrag uitkomt en dus sneller goed zit. Ook is in de literatuur echter al wel betoogd dat dat een onjuist en te ongenuanceerd standpunt is. En Erik Plas heeft in ieder geval in zijn proefschrift uh, uh, um, aangegeven hoe hij er, er naar kijkt. Uh, en hij geeft daarbij een, wat mij betreft, verhelderend voorbeeld dat ik hier graag uh, wil aanhalen. Um, stel je hebt te maken met een werk, uh, een opdracht uh, waarbij sprake is van een nieuw gebouw. En uh, de voorgeschreven uh, uh, wijze van uitvoeren vraagt om heipalen met een waarde van 70. Maar nu blijkt dat die heipalen duurder moeten worden, dat dat een duurdere versie is en dat die uitkomen op een waarde van 90. De vraag is dan: is het meerwerk hier nu 70 minder en 90 meer? Of zou je kunnen zeggen: Nou, die heipalen die moesten er toch al komen. Uh, die waren 70 waard, die worden 90 waard. Dus het feitelijke meerwerk. Is maar 20. En daarmee blijf ik binnen de grenzen in dit geval. Die palen die moesten er natuurlijk toch al komen. Dus ik denk dat het een zeer verdedigbaar en steekhoudend uh, standpunt is dat je in dat geval wel degelijk zou overgaan tot saldering van meer en minder werk. Maar met name dan wanneer het ook samenhangend is, zoals in dit voorbeeld, en het op hetzelfde onderdeel van je werk uh, ziet. Ik ga over naar een tweede vraag, die wat mij betreft nog steeds speelt en nog steeds. Onduidelijkheid kan opleveren, uh, uh, hoewel er al het nodige aan wetgeving en jurisprudentie is over die wezenlijke wijziging. Stel, je publiceert een wijziging op basis van artikel D of E. En je doet dat ex ante, zoals we dat dan noemen. Dus op basis van 416 van de aanbestedingswet in een bouwteamfase. Ex ante wil zeggen, je kondigt de wijziging die je wil doorvoeren vooraf aan. En je geeft vervolgens 20 dagen de tijd voor bezwaren van de concurrentie. De vraag is dan moet er dan na het beëindigen van die bouwteamfase nog een tweede aankondiging plaatsvinden. Namelijk op grond van 263d en 263e met de mededeling dat er een wijziging is doorgevoerd in de uiteindelijke realisatieovereenkomst, want daar doet die wijziging zich natuurlijk uiteindelijk voor. Dan start eigenlijk met zo'n tweede publicatie dus opnieuw een termijn, en namelijk van 30 dagen voor concurrenten om alsnog de vernietiging van die realisatieovereenkomst bij de rechter te vorderen. Nou, wat zegt Plas hierover in zijn, uh, in zijn proefschrift? Hij zegt wat mij betreft zou dan eerst moeten worden nagegaan hoeveel tijd er is, uh, hoeveel tijd er is verstreken tussen de eerste publicatie en de tweede. Dus hij uh, acht daarbij wel degelijk relevant hoeveel tijd er overheen is gegaan tussen, in mijn voorbeeld, de bouwteamfase en de realisatiefase. En ook, zegt Plas, of de aankondiging van vrijwillige transparantie mede te beschouwen is als een aankondiging, in, uh, zoals bedoeld in artikel 415, lid 2. Op grond waarvan je dus die vernietigingstermijn van 30 dagen kunt bekorten. Ook volgens Plas, en zo kijk ik er ook naar, is er dus kennelijk geen automatische zekerheid dat die publicatie ex ante vooraf op basis van 4.16 ook gezien kan worden als publicatie bij gunning van de uitvoeringsovereenkomst. Dan ga ik door met de volgende vraag. En die gaat met name in op de vraag. Als er nou een wijziging is, is dat nou een toegestaande wijziging of is dat nou een wezenlijke wijziging die verboden is? En de vraag die daarbij natuurlijk vooral een rol speelt is wie bewijst dan wat? Plas heeft in zijn uh, dissertatie uh, aangegeven dat hij daarin ingaat op de vraag hoe een derde nou effectief zijn rechten kan uitoefenen met betrekking tot wijzigingen tijdens die uitvoering van de aanbesteden overeenkomst. Omdat heel veel van die wijzigingen zich natuurlijk aan het zicht van derden onttrekken. De vraag is dus hoe daarmee om te gaan. En een aanbestedende dienst, zegt Plas, een aanbestedende dienst dient aan te tonen dat hij de rechtmatigheid van de wijziging zorgvuldig heeft onderzocht en te motiveren waarom hij van oordeel is dat deze niet wezenlijk is. De vraag blijft dus ook, de artikelen 263a en verder geven een hoofdregel en geven uitzonderingen. Zijn die bepalingen van de artikelen 263b en verder nou een uitzondering en is het daarmee dus aan de aanbestedende dienst om te stellen en bewijzen dat die uitzondering van toepassing is? Of is het aan de klager om te stellen en te bewijzen dat er wel degelijk sprake is van een wezenlijke wijziging? En een wezenlijke wijziging kan natuurlijk zowel effect hebben op de deelnemers aan de procedure als op derden. Maar die wijzigingen die zullen in beginsel alleen maar kenbaar zijn voor de deelnemers en, nog erger wellicht, na gunning waarschijnlijk alleen voor de uitvoerende winnaar en de aanbestedende dienst en niet voor de andere deelnemers aan die aanbestedingsprocedure en zeker ook niet. Voor die derden. Daarbij komt bovendien dat de aanstedende dienst in de aankondiging van een gegunde opdracht wel de keuze voor een onderhandelingsprocedure moet motiveren, maar hij wordt er niet toe verplicht om duidelijkheid te verschaffen over wijzigingen. Dus controle op zijn handelen is zodoende maar beperkt mogelijk. Hoewel deze vraag, zegt Plas in zijn proefschrift, in Nederland volgens nog vrij weinig aandacht heeft gegenereerd, neigt het antwoord in veel gezaghebbende bronnen, zegt hij wel, naar meer transparantieverplichtingen. Transparantie wordt dan niet meer alleen als een middel gezien om derden in staat te stellen hun rechtspositie in te schatten, maar ook wordt het als geschikt instrument gezien om controle uit te oefenen. Tegelijkertijd moet ook worden, uh, niet uit het oog worden verloren dat transparantie geen doel is, maar een hulpmiddel. En hoe zit dat dan in zaken van schadevergoeding? Een wezenlijke wijziging, zegt Plas, natuurlijk terecht kan leiden tot schadevergoedingsacties. En wordt die vordering door een derde ingesteld uit hoofden van onrechtmatige daad, dan kan die in een moeilijke bewijspositie komen. Het lijkt dus wel wenselijk om een evenwichtigere bewijslastverdeling te hanteren. Waarbij een opdrachtnemer die schadevergoeding claimt, claimt vooralsnog nog, zegt Plas, te degen met afwijzing rekening moet houden. Zij het vanwege eerdere toestemming met die wijziging, dan wel vanwege de aard van de overeenkomst. Desalniettemin stelt is niet uitgesloten dat hij soms toch aanspraak op die vergoeding kan maken. Dat laatste is natuurlijk een, zou je kunnen zien als een vrij treurige conclusie voor de klagende inschrijver. Desalniettemin is niet uitgesloten dat hij soms toch aanspraak op die vergoeding kan maken. Dan kom ik toe aan het onderdeel recente jurisprudentie. Ik wil in ieder geval, als de tijd mij dat toestaat, ik kijk ondertussen even, we zijn half uur onderweg, uh, in ieder geval drie uitspraken graag even met u behandelen. Dat zijn twee uitspraken die verband met elkaar houden. Een Europese uitspraak van het Hof van Justitie van oktober, meen ik, 2023. Uh, en een nationale uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland van begin van dit jaar. Die hadden beide als onderwerp fatale termijn en een verstreken fatale termijn. En houden in dat uh, opzicht uh, verband met elkaar, denk ik. Dus het is interessant misschien om daar eens even wat meer naar, in detail naar te kijken. En de derde uitspraak die u hier vermeld ziet staan, is een uitspraak ook uit 2024 van de Rechtbank Midden-Nederland. En die gaat over het wezenlijk wijzigen van de overeenkomst door vervanging van een onderaannemer. Ik zei het al, er is relatief veel aandacht voor termijnen in de recente rechtspraak, blijkt. Ook in combinatie dus met die wezenlijke wijziging. En het gaat er dan veelal om of er een fatale termijn is, of die fatale termijn verstreken is, of daarvoor vervolgens gesanctioneerd wordt door de aanbestedende dienst. En ik gaf al aan, er is een uitspraak in dat kader interessant van de rechtbank Midden-Nederland. En dat is deze. Die gaat over het verstrijken van de fatale termijn in de uitvoeringsfase en de vraag wat de gevolgen daarvan dan moeten zijn. Dit is een uh, uh, uitspraak waar uh, Brakman als kantoor bij betrokken is geweest in de eerste aanlegging, kort geding. En waarbij ook nog een hoger beroep uh, lopend is. Deze uitspraak, waar gaat die over? Die ziet op de niet-nakoming van een uh, overeenkomst door een opdrachtnemer uh, met betrekking tot ICT-dienstverlening. In die overeenkomst is namelijk opgenomen dat de transitie van de bestaande ICT-dienstverlening naar de ICT-dienstverlening van de winnende inschrijver voor 1 oktober 2023 moet zijn afgerond. Dat betreft duidelijk een fatale termijn in dit geval. De winnende inschrijver, de contractant van de aanbestedende dienst, heeft die fase niet tijdig afgerond en verwacht dat pas eind maart 2024 alsnog te kunnen doen. De eisende partij in deze zaak, die als tweede is geëindigd, stelt dat er sprake is van een wezenlijk gewijzigde overeenkomst, omdat de aanbestedende dienst een verlenging van de fatale termijn niet heeft gesanctioneerd, maar heeft geaccepteerd. En volgens eiseres. Is die gewijzigde opdracht nooit onderwerp geweest van de Europese aanbesteding? Daarom vordert ICRS dan ook, ook tevens in een uh, aanhanger gemaakte bodemprocedure in deze kwestie, onder meer vernietiging van de gehele overeenkomst. Maar in het kort geding waar het hier om gaat, vordert ICRS onder andere een verbod tot verdere uitvoering van de overeenkomst en een gebod om de opdracht aan hem te gunnen. Tot welk oordeel komt nu de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland in deze zaak? In deze zaak? De voorzieningrechter zegt eigenlijk: het enkel verstrijken van een contractuele termijn, ongeacht of dat een harde deadline of fatale termijn betreft, is geen materiële wijziging van de aard en omvang van de opdracht, althans hoeft dat niet op te leveren. Het verstrijken van die fatale termijn brengt weliswaar met zich mee dat er sprake kan zijn van een toerekenbare tekortkoming, maar er is slechts sprake van een tekortkoming. En na het feit dat die termijn als fataal is aangemerkt, verbindt de voorzieningenrechter dus alleen maar de conclusie. Dat de opdrachtnemer meteen, namelijk niet zonder, uh, of niet alsnog met een nadering in gebrekenstelling, in verzuim is geraakt. De voorzieningrechter oordeelt verder dat van een goed, goed handelende aanbestedende dienst enige coulance en daar gaat het mij om, enige coulance kan worden verwacht met betrekking tot de tekortkoming. Tegelijkertijd zegt deze voorzieningrechter ook: afsluitend merkt de voorzieningrechter op dat het niet is uitgesloten dat het geven van voortdurende koelansen. Of het sluiten van compromissen tussen de aanbestedende dienst en haar opdrachtnemer strijdigheid met het gelijkheidsbeginsel kan opleveren. Er is inmiddels ook jurisprudentie die anders luidt, die wel, wel degelijk aangeeft dat er, uh, het niet behalen van belangrijke data wel tot beëindiging van de overeenkomst zou moeten leiden. Een voorbeeld daarvan is, ik verwijs u daar kortheidshalve nu even naar, de rechtbank van, uh, uitspraak van de Rechtbank Amsterdam, 24 mei 2012. Um, daar ging het om het, verkrijgen, uh, of het voldoen aan de minimum van een vergunning. En in dat geval werd wel degelijk geconcludeerd dat men daar niet aan kon voldoen en dat dat tot beëindiging van die overeenkomst moest leiden. En het is dus ook jammer, wat mij betreft, van de uitspraak die ik hier nu behandel van de rechtbank Midden-Nederland, dat de voorzieningrechter eigenlijk geen duidelijkheid geeft over de vraag in hoeverre een aanbestedende dienst, uh, hoever een aanbestedende dienst nou moet gaan in het betrachten van enige coulantsen. Wanneer is er nou sprake van enige coulance die wordt geaccepteerd? En wanneer is er nou sprake van coulance die te ver gaat? Dat levert toch de nodige onduidelijkheid en onzekerheid op, uh, wat ons betreft. Een vraag die daarbij ook bij ons opkwam, is: hoe verhoudt die uitspraak zich dan tot de uitspraak van het Hof van Justitie in zaken Rasgraad en Balchiek? Gezien de tijd zal ik de feiten van die aanbesteding even laten voor wat ze zijn. Maar wat ik in ieder geval wel wil benoemen zijn de belangrijkste overwegingen uit dat arrest. Een wezenlijke wijziging van een overheidsopdracht of raamovereenkomst vereist volgens het Hof in ieder geval geen schriftelijke overeenkomst tot wijziging. Het Hof zegt eigenlijk: de bedoeling om een wezenlijke wijziging overeen te komen kan ook blijken uit andere schriftelijke elementen. Tweede punt wat, wat van belang is, is normale weersomstandigheden en vooraf bekende wettelijke verbodsbepalingen zijn geen onvoorzienbare omstandigheden en rechtvaardigen dus geen overschrijding van, door de opdrachtnemer van de voor de opdracht bepaalde maximale uitvoeringstermijn. Tenzij natuurlijk is voorzien in een herzieningsclausule die daarover gaat. Maar dat was hier niet het geval. En dan kom ik bij het derde punt wat het Hof van Justitie hier uh, uh, heeft vastgesteld. En dat is met name van belang in het kader van het onderwerp van vanochtend. Het Hof zegt ook, een niet gerechtvaardigde overschrijding door de opdrachtnemer van de maximale uitvoeringstermijn kan onder omstandigheden een wezenlijke wijziging opleveren, indien de aanbestedende dienst die overschrijding accepteert in plaats van sanctioneert. Dus, de Bulgaarse rechter had hier overigens zelf al een standpunt over ingenomen over deze vraag, en die was eigenlijk van mening, er is sprake van een wezenlijke wijziging. Enerzijds omdat de maximale uitvoeringstermijn een zodanig essentiële factor was dat. Uh, meer deelnemers tot die opdracht zouden zijn aangetrokken, als van meet af aan duidelijk was dat dat had gemogen. En anderzijds, omdat het accepteren van de overschrijding zonder sancties het economisch evenwicht van de opdracht hier wel degelijk ten gunste van de opdrachtnemer heeft gewijzigd. Op een manier die niet in de oorspronkelijke opdracht was opgenomen. Beide omstandigheden, zegt de Bulgaarse rechter, leveren een wezenlijke wijziging op. En wat zegt het Hof daar dan van? Het Hof bevestigt eigenlijk impliciet in haar uitspraak dat het ongesanctioneerd laten van een overschrijding van de geldende maximale uitvoeringstermijn inderdaad een wezenlijke wijziging oplevert, uitgaande van de door de Bulgaarse hoogste rechter aangenomen omstandigheden. Het Hof benadrukt namelijk dat het zich voor de beantwoording van de vragen moet baseren op de door de verwijzende rechter te verifiëren premissen, dat in elk geval van de hoofdredingen aan tenminste één van de voorwaarden is voldaan. Dat lijkt dus te betekenen dat het Hof een wezenlijke wijziging onder deze condities wel degelijk mogelijk acht. Dus wat laat dit arrest zien? In elk geval laat het zien dat als de opdrachtnemer tekortschiet in de tekortkoming van wezenlijke voorwaarden van de opdracht. en dat kan natuurlijk ook iets anders zijn dan een overschrijding van de maximale uitvoeringstermijn. de aanbestedende dienst dit niet in al alle gevallen door de vingers mag zien. Ik merk dat ik één sheet te ver. of nog niet ver genoeg was gevorderd. Dat klopt, deze sheet gaat het om. Wat laat het arrest dus zien? De opdrachtnemer die tekortschiet. Um, de aanbestedingdienst mag dat zeker niet in alle gevallen door de vingers zien, zegt het hof. Onder omstandigheden kan, kan dit dus wel degelijk een ontoelaatbare wezenlijke wijziging opleveren. Vraag blijft dus, en daarmee komen we dus op een nieuwe onduidelijkheid die nog steeds resteert, wanneer nou volgens Nederlandse rechters van een rechtmatige koelance sprake is en wanneer er sprake is van schending van een termijn die een wezenlijke wijziging oplevert, blijft nog even afwachten. Dan heb ik nog één uitspraak die in maart van het vorig jaar uh, door de kortgedingrechter in Utrecht is behandeld. Dat is een uitspraak waarbij wij zelf betrokken waren. Uh, ik als advocaat van ProRail uh, en uh, mijn collega van Brakman, uh, Alexander Klein Hofmeijer, aan de zijde van de intervenient in deze procedure. Um, en die zaak ging over het plaatsen van flitscamera's bij overwegen. Op 23 november 2021 heeft ProRail een aanbestedingsprocedure op Tendernet gepubliceerd voor het leveren van dat uh, soort flitscamera's op overwegen om daarmee overtredingen te kunnen vaststellen van mensen die nog op het laatste moment tussen de bomen door willen. In die aanbestedingsprocedure is uiteindelijk Ars als winnaar aangewezen, als voorlopige winnaar aangewezen en daarna brak de fase aan van de proof of concept. ...waarbij Ars in staat werd gesteld volgens de aanbestedingsstukken gedurende een termijn van vier maanden... ...om te bewijzen dat zij inderdaad kon leveren wat zij in haar inschrijving had beloofd. Punt was, ten tijde van het kort geding uh, was die vier maanden termijn inmiddels opgelopen tot ongeveer elf maanden. En op enig moment heeft ProRail daar de stekker uit willen trekken en heeft gezegd... ...we hebben nu genoeg coulance betracht, uh, wij vinden een verlenging van vier naar elf maanden al aanzienlijk... En wij hebben nog steeds het bewijs niet geleverd gezien dat Ars kan leveren wat zij moet leveren. Dus op 12 december 2022 heeft ProRail uh, de uh, samenwerking met Ars beëindigd en heeft zij de doorstart willen maken met de nummer 2. De vragen die in dit kort geding door de rechter beantwoord werden, gingen over uh, het volgende. Mocht de dienst dienstprobeel in dit geval de inschrijver tijdens die proof-of-concept fase nou uitsluiten van die procedure? Ook hier geldt, de aanbestende wil had meerdere malen coulansen betracht. Had meerdere malen, je zou kunnen zeggen, fatale termijnen laten verlopen. De uitsluiten uh, inschrijver Ars, die beriep zich hier op het vertrouwensbeginsel. Namelijk op het vertrouwen dat zij had dat er nog wel weer een keer uitstel zou worden verleend. De aanbestedende dienst ProWheel en de tussenkomende wachtkamercontractant briepen zich daarentegen op het gelijkheidsbeginsel en op een wijziging van de overeenkomst. Wat zegt de rechter nou uiteindelijk in deze kwestie? Aannemelijk, zegt de rechtbank, is dat ProWil na een periode van coulance ten opzichte van Ars gaandeweg de touwtjes heeft willen aantrekken om tot een resultaat te komen. En het stond haar ook vrij om dat te doen. Op een bepaald moment komt er nu eenmaal een einde aan de mogelijkheden die in het kader van een pok geboden kunnen worden... Waarin de leidraad een termijn van vier maanden voor was uitgetrokken. 12 december kon dus volgens de voorzieningrechter wel degelijk als fatale termijn gelden. En verder was van belang dat er andere marktpartijen zijn die er ook van uit moeten kunnen gaan dat Prohre zich aan de gestelde voorwaarden in de aanbestedingsstukken houdt. Wel zegt de rechter: onvoldoende is me gebleken dat hier sprake is geweest van een wezenlijke wijziging van de inschrijving. Afgezet tegen de datum van oplevering in juni 2022. Kan naar het oordeel van de voorzieningrechter wel worden aangenomen dat instemming van ProRail met verdergaande termijnoverschrijding te coulant zou zijn geweest. En dat dit, dit, dit in strijd zou komen met het gelijkheidsbeginsel. Dat betreft dus toch wat mij betreft een interessante uitspraak. Ook als je hem legt naast de, de zojuist besproken twee uitspraken. Waarbij ook hier wordt gesproken over de vraag wanneer is een bepaalde mate van coulantse nog toegestaan. Zonder dat je in ieder geval spreekt van een schending van het gelijkheidsbeginsel. Of spreekt van een schending van het verbod op wezenlijk wijzigen. Uh, ook hier die, die, uh, speelde, die, uh, uh, um, speelde dat in dit geschil, maar dan in een uh, fase daarvoor, namelijk in de proof of concept fase van de aanbesteding. En de indruk is toch dat uh, uh, daar met name gehecht wordt aan een mogelijke overtreding van het gelijkheidsbeginsel, een schending van het gelijkheidsbeginsel. En dat niet al te snel wordt aangenomen dat dat automatisch ook leidt tot het wezenlijk wijzigen. Van de overeenkomst. Ik kom dan aan bij de laatste uitspraak van vandaag, die ik wil behandelen voordat ik tot de afronding kom. En dat betreft een uitspraak, ook weer van de rechtbank Midden-Nederland, um, uh, en die gaat over de vervanging van een onderaannemer. Is dat nu in dit geval een wezenlijke wijziging of niet? Ik uh, vond het toch opvallend, uh, Erik Plas stelde in zijn proefschrift nog in oktober 2023, of in, in 2023 dat het vervangen van onderaannemers wat hem betreft veel vaker toegestaan is dan soms wel wordt verondersteld. Uh, en in januari 2024 treffen we dan weer een uitspraak aan van de rechtbank Minder nederland die zegt, ja in dit geval is vervanging van die onderaannemer toch wel degelijk een wezenlijke wijziging. Wat speelde hier? Uitgangspunt, zegt de rechter in dit geval, is dat het ging hier om een concessieopdracht, een overigens inmiddels zeer bekende concessieopdracht in aanbestedingsland, namelijk een overeenkomst tussen de gemeente Utrecht en RBL. Die concessieovereenkomst is gesloten naar aanleiding van een door de gemeente Utrecht georganiseerde Europese openbare aanbestedingsprocedure. En de opdracht van die aanbestedingsprocedure omvatte onder andere, het zal u ongetwijfeld bekend voorkomen. De plaatsing van haltevoorzieningen, waaronder Abris. Uh, en de concessieverlening voor het exporteren van reclame in deze objecten. Wat was nu het geval? RBL, JC Co en Global hebben als enige inschrijvers op die aanbestedingsprocedure ingeschreven. En de gemeente Utrecht heeft RBL tot winnaar van die aanbesteding uitgeroepen. En heeft vervolgens dus ook die concessieovereenkomst gesloten met RBL. Omdat Koo, die als tweede was geëindigd, van mening was dat uh, de gemeente Utrecht onrechtmatig aan de ongeldige inschrijver RBL had gegund en zij dus feitelijk de opdracht als nummer twee hadden moeten krijgen, heeft zij daar een bodemprocedure over gevoerd en ook schadevergoeding gevorderd. Die schadevergoeding is uiteindelijk ook toegewezen. Waar het hier nu om gaat is dat Koo die schadevergoeding eigenlijk vooral betaald wil zien, doordat zij alsnog een rol krijgt. In die concessieovereenkomst. En concreet betekent dat dat JCDCO de, de rol van onderaannemer uh, van RBL graag over wil nemen van de partijen die dat op dat moment zijn. Dat benadeelt natuurlijk uiteraard de, 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 de onderaannemers die er op dat moment zijn. Dus die starten dit kort geding. En die zeggen: ja, je kunt niet zomaar uh, uh, je onderaannemer vervangen. Helemaal niet, omdat er in dit geval expliciet door de gemeente Utrecht is gezegd dat dat niet mogelijk was. Nou, uitgangspunt is, zegt de rechter dan dat die aanbesteden concessieovereenkomst niet mag worden gewijzigd op basis van artikel 263a. Dat mag uitsluitend, zegt de rechtbank Midden-Nederland, als er sprake is van een uitzondering zoals geformuleerd in de artikelen B tot en met G. En die uitzonderingen zoals genoemd in B tot en met F, die doen zich eigenlijk wat uh, betreft de hier aan de orde zijnde wijziging niet voor. En Daar zijn partijen het ook wel over eens. Waar ze het niet over eens zijn, is over de vraag. Of de uitzondering, zoals genoemd, in 263 g, lid 1 van toepassing is. Het gaat er dan dus om of er sprake is van een niet-wezenlijke wijziging. En alleen als daarvan sprake is, kan die wijziging zonder een nieuwe aanbestedingsprocedure worden doorgevoerd. In artikel 263 g, lid 2, zegt de rechtbank Utrecht, worden onder A tot en met D dan opgezond wanneer er in ieder geval sprake is van een wezenlijke wijziging. En die opzomming is niet limitatief. Zegt de rechtbank Utrecht erbij. Dat betekent dat er ook in andere gevallen dan de onder A tot en met D genoemde gevallen sprake kan zijn van een wezenlijke wijziging. En de gevallen zoals genoemd onder A tot en met D doen zich in dit geval niet voor. Maar de voorzieningrechter zegt ik ben toch van oordeel dat hier sprake is van een wezenlijke wijziging van die aanbesteden concessieovereenkomsten. En dat komt omdat de gemeente Utrecht de betreffende eis kennelijk zelf in de stukken als wezenlijke eis heeft aangemerkt. De gemeente Utrecht wil daarmee nu in feite terugkomen op deze door haar zelf gestelde wezenlijke eis. Wat eerst niet mocht, absoluut niet mocht, het wisselen van onderaannemer, zelfs niet met toestemming van de gemeente Utrecht, mag nu plotseling wel. En dat levert, zegt de voorzieningenrechter in Utrecht, een wezenlijke wijziging van die concessieovereenkomst op. Ik kijk ondertussen of ik nog vragen heb binnengekregen. Die zijn er, bij mijn weten, op dit moment niet. Dus dan ga ik over tot. De afronding van vanochtend. Een aantal conclusies. Er is met het vastleggen van de presseteksttoets uh, in de Nederlandse wetgeving in de artikelen 263a en verder, natuurlijk meer duidelijkheid gekomen over de vraag wanneer er sprake is van wezenlijke wijzigingen en wanneer niet. Maar toch blijven er. Ik hoop dat uh, mijn bijdrage van vanochtend daar ook weer duidelijkheid over heeft gegeven. Er blijven onduidelijkheden over, er blijven uh, nader in te vullen onderwerpen over. Een interessant voorbeeld daarvan, wat mij betreft, is dus hoe om te gaan met die netto cumulatieve waarden die ik noemde in de bagatelbepaling van 263b. En de vraag hoe je met meer en minder werk moet omgaan. Mag je salderen? In welke gevallen mag je salderen? Dat blijft een onderwerp van discussie waarover nadere rechtspraak uitsluit zal moeten geven, wat mij betreft. Een andere interessante vraag die ik aan bod heb laten komen, betreft dus de publicatieverplichtingen. En de verhouding tussen de publicatie ex ante vooraf op basis van 4.16 en de publicatieverplichting, die vervolgens een vernietigingstermijn van 30 dagen geeft op basis van D en E. Een ander punt wat ik heb aangestipt vandaag, en uh, dat ging met name natuurlijk over de overschrijding van die fatale termijn. Als er nou sprake is van een overschrijding van een fatale termijn door de opdrachtnemer, kan dat een wezenlijke wijziging zijn, maar het hoeft niet. Nou, dat is natuurlijk een conclusie waarmee ik iedereen in onze beroepsgroep heel veel succes en plezier wens, um, omdat deze voorlopige onduidelijkheid nog wel even zal bestaan. Binnen de fase, en dat is het volgende, uh, de volgende conclusie. Binnen de fase van de aanbesteding, ik heb daarover uh, het voorbeeld genoemd van de uitspraak van ProWil tegen ARS, bijvoorbeeld in een proof of concept, lijkt net nog iets meer gewicht te worden toegekend, wat mij betreft, aan een mogelijke overtreding van het gelijkheidsbeginsel, een schending daarvan. Dan aan de vraag of er sprake is van een wezenlijke wijziging als het gaat om overschrijding van de fatale termijn. Tot slot ben ik ingegaan op het vervangen van de onderaannemer. Dat kan een, een wezenlijke wijziging zijn. Dat is ook gebleken uit de uitspraak van de rechtbank Minder Nederlands, die ik zojuist besprak. Met name dan natuurlijk wanneer de aanbestedende dienst zelf een wezenlijke eis heeft opgenomen in de stukken en die vervolgens bij uitvoering toch liever laat vervallen. Laatste conclusie die ik trek. Het is en blijft wat mij betreft een heel leuk onderwerp, die wezenlijke wijziging. En er valt nog voldoende over uit te zoeken en te ontdekken. Ik ga afronden. Een laatste check over een vraag is, die zijn er niet. Ik dank u zeer voor het, uh, voor het luisteren. Uh, ook volgende maand zal er weer een nieuw journaal van de AVDR zijn. Dan met een andere spreker op een andere locatie. Ik dank u nu zeer voor uw aandacht en ik wens u een hele goede werkdag toe.